Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Pepsi Max. UEFA Champions League sponsors. Haidara, de Malinees met een goed balletje tot bij Dani Olmo. Hier is Leipzig voor het eerst met veel ruimte voor Angelino op de linkerkant. De man van de drie goals en de drie assists. En daar is de vierde bijna in deze Champions League. Is die bal via de binnenkant van de paal weer het veld ingesprongen? Ik dacht het wel. Ja, zeker. Olmo die kon koppen. Vijfde minuut van de wedstrijd en een eerste grote kans voor Rasenballsport Leipzig op de openingsgoal. Hier is een goede bal van Alexander-Arnold, Mohamed Salah en de redding van Gulashi. Die zit ertussen, de Hongaar, in zijn Budapest. Dit was de eerste grote kans voor Liverpool en daar is misschien de volgende al met Firmino in het zijnet. Liverpool, eerste gevaar na een kwartier, dubbele kans, maar het blijft 0-0. Kampel met veel gevoel en weer goed tussengekomen. Was dat weer Thiago? Ja, zit al hier tussen. En dan nu diepgang bij Mané. En daar is ook Gulashi, dat was nodig. Meespelen was belangrijk. Wat doet Robertson? Robertson probeert te scoren van afstand. Oh, la, la, la. Dat is met gevaar voor lijf en leden wat Gulashi daar doet. Dat is echt wel gevaarlijk als je dan tegen die paal terechtkomt, Gert. Maar het valt, moest wel. Het valt mee. De bal gaat over, valt op de kruising of was het de lat? Hier is Dani Olmo, die stuurt de bal richting Nkunku. En dan is er de tussenkomst van Alisson Becker. Dit was een huizenhoge kans voor Leipzig. Goed gevoetbald ook, maar geen doelpunt. Absoluut. Ja, opletten, hier is de kans op de goal voor Liverpool. En natuurlijk maken ze dat af. Het is een fout bij Leipzig achterin. En dan is dit een doelpunt in cadeauverpakking voor Mo Salah. Hij is trefzeker. Hij maakt zijn vierde van deze Champions League campagne. En een levensbelangrijke buitenshuis. 0-1, 8 minuten na de pauze. Ja, en wat we al zagen daar straks bij die ingooi, of twee keer bij een ingooi, achteruit spelen. Achteruit gooien is altijd een risico. Zeker tegen ploegen die hoog druk zetten en daar met veel intensiteit tegenaan gaan. En hier is Mané voor de 0-2. Ja, is afgestraft. Over en out misschien al voor Leipzig, omdat ze zelf de doelpunten weggeven. En uiteraard zijn Salah en Mané dan genadeloos 0-2. We zijn nog geen uur bezig. Fout van Mukiele dit keer. En dat is niet toevallig dat er fouten worden gemaakt. Dat is omdat al die verdedigers onder druk worden gezet natuurlijk. Een hele wedstrijd lang. Thiago. Ja, geen overtreding, want de bal blijft in het bezit van Leipzig. Dit is goed, Angelino, scherpe hoek wel, hij trapt hem naast. Maar goed teruggekomen van Alexander-Arnold, waardoor deze man, Angelino, het moeilijk had om te trappen. Ja.
Dit is nog een goed balletje. Dit kan nog interessant zijn. Oh, hij gaat ernaast. Wang, de Zuid-Koreaan, de invaller. Hij loopt perfect in de diepte. Grijpt zich naar het hoofd, want hij trapt hem net voorlangs. Ja, ze hebben geen karrevracht aan kansen gekregen. Kijk, weer Henderson in de rug. Hè. De neiging om vooruit uit te stappen. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken en Pepsi Max, UEFA Champions League sponsors.